Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we ten noordwesten van Nederland een fraaie krullende bewolking. Dat is een lage drukgebied en die zorgt ervoor dat het vandaag onstuimig weer is langs de noordkust. Een westelijke wind trekt daar aan naar windkracht 8 en dat is stormachtig en er zijn windstoten mogelijk tot 90 km per uur. In de rest van het land is de wind rustiger. De zon schijnt van tijd tot tijd, er vallen ook een paar buien, de meeste in het noorden en oosten, maar ook hier en daar in het zuiden. In het westen is het grotendeels droog, temperaturen 14 tot 16 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg en begint de wind ook weer behoorlijk af te nemen. In de nacht is het dan zelfs bijna windstil. Morgen overdag hebben we totaal ander weer, een zwak briesje vanuit het oosten voert vrij droge lucht aan. Er zijn wolkenvelden, af en toe schijnt de zon, maar een paraplu is niet nodig. 14 tot 17 graden, een rustige dag dus. Zaterdag moeten we weer rekening houden met buien, maar die komen vooral later op de dag. Het wordt zacht, 15 tot 19 à 20 graden. Zondag ook een aantal buien, ook maandag niet droog. Temperaturen dan zo'n 16 tot 18 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl